Onze nieuwe buggy is aangekomen. Yes. Ik ga proberen in elkaar te steken. Ik weet niet wat het heel moeilijk is. We zullen zien. Onze oude buggy die komt trouwens binnenkort online. We gaan die verkopen. Dus hou zeker mijn Instagram in de gaten, want als je geïnteresseerd bent in ons vorige buggy. Ja, hij is dat. Vies. Niet in je mond. Nee. Ba. Ba, ja, inderdaad. Ba. Kom eens kijken naar je chirurgie. Naar je racemachine. Zo chic. Is geen een bijdring, hè? Ga je er eens in zitten? Het sounds kind of. Ja. Dat is wel ergens wel gemakkelijk, vind ik. Dat dingen hier. Nee, dat je gewoon plug and play klaar zit in je dingen. Huh? Dat je plug and play is eigenlijk. Snap je? We hebben alleen die wielen moeten opkrijgen. Ah, zo ja. Dat dat gemakkelijk geïnstalleerd is. Ja. Mijn vriend, we hebben de fabriek aan wel gemeten voor haar, hè? Oh, mijn shorts gelukseld. Ik raak er niet meer uit, maar. Chic, hè, want dat is helemaal zwart, die barren. Het is allemaal zwart. Die zit ook echt goed vast, al, hè? Ja. Nee, die heeft hier opzij zitten, die brede bandjes. Ja. Dat is echt voor me te gaan racen, hè? Dat is iets voor u, hè? Tada! Oeh, hij is al aan het lachen nu al. Kikkeboe! Moet er geen strepen op mijn vloer staan. Kikkeboe, is dat leuk? Is dat een leuke buggy? Wat vinden? Ik ben vooral een rem aan het zien. Ik heb precies zo het idee dat er aan de rem in zit. Ja, ja? Het boddert wel, maar. Dat is logisch, hè? Dat ja. Weet niet veel. Hè? Maar het is wel beter dan met die andere buggy, hoor. Wat, hè? Nog stappen? Ja. Maar. Dat is hier. Dat is karma omdat je me uitlacht. Waarom lacht je daarmee? Waarom filmt je dat? Voor op YouTube, want wij maken soms video's op YouTube. Weet je nog? Nee. Oké. Okay. Ik ben een verte aan het maken. Ja, Mr. Q-Repair. Ik ga de kast in elkaar zetten. Ah, maar dat stond er wel zo op. Oh, wacht, het is een andere
Okay. Je hebt juist een hand voor mij moeten doen. Nummer 2. Oké, de twee kasten staan. Nog niet op hun plek uiteraard. We hebben het park even verzet. Dat stond dus hier. Ja, we hebben dat nu even daar gezet. Maar we weten nog niet goed waar dat we dat gaan zetten. Want ik vind dat wel handig dat dat hier staat. Gewoon omdat Brot er straks ook was ik aan het koken. En dan zet ik die daar even in. Ik weet niet of je dat kunt horen, maar een hond is echt mega hard de scheten aan het laden. Dat stinkt hier echt enorm. Goed. Oké, okay, gaan we eens kijken als we speelgoed pakken, hoe we dat een beetje gaan indelen. Nog even alles opruimen zo meteen, maar alles staat nu. Denk ik, zoals ik het ga willen. Dus ik heb hier zijn stapelring of filmen. Dus ik ben er eentje kwijtgeraakt. Ik weet niet waar. Dus misschien dat ik er wel een nieuwe ga kopen. Want ik heb al zo lang gezocht. En hier heb ik muziekinstrumentjes ingestoken. En zo een rammelballetje. Dan hier zitten zijn flesjes in. En een ballon. Gewoon random. Dan hier zijn zijn stapelpotjes. En zo een vormenstoofje. Ik vind hem ook altijd wel heel leuk om mee te spelen. Een puzzel. Dan hier zijn zijn diertjes. Speelt hem ook heel graag mee. Zijn boekjes. Zijn autootje. Ik vind hem ook trouwens heel leuk om dat mannetje erin en eruit te zetten. En dan rijdt hem daar zo mee door echt heel de living. En die boekjes trouwens, dat zijn allemaal boekjes die niet kapot kunnen. Behalve die van Moesti. Dat zijn zo van die dunne pagina's. Maar de rest zijn allemaal van die harde kartonnen pagina's die dat hem niet kapot kan scheuren. Dan hier heb ik dan die autobaan ingestoken en auto's. En dan die kleine autootjes daarvan, die zitten hier in een potje. En dan hier heb ik ze in een trein gezet. En dan hier zitten nog magneetjes in, maar ik weet nog niet goed of ik dat zo ga laten of niet, want... ik weet het nog niet. En dan hierboven staat zijn treinsetje. En dan deze van Little Dutch. Die vindt hem ook nog altijd heel tof. Dus ja, dat is nieuw hoe het er nu uitziet. Ik ga zo meteen de mat eens proberen leggen en zien hoe het dan een beetje allemaal gaat met de zetel en zo. Maar het is dus wel de bedoeling om om de week of zo, of eventueel sneller als dat nodig blijkt te zijn, alles te veranderen en alles eens een keer om te wisselen. Zodat hem eigenlijk steeds nieuw speelgoed in handbereik heeft. En zodat ik niet telkens nieuwe dingen op de mat moet leggen, want op een duur ligt dat hier zo vol. En dat gaat nu waarschijnlijk ook rommel zijn, maar na een tijd ga ik hem wel kunnen leren hoe dat hem alles moet opruimen. Het gaat niet lang duren. Dus ik hoop dat hij dit wel leuk gaat vinden, maar ik ga jullie ook zeker morgen laten zien. De katten. Ik ga jullie ook zeker morgen laten zien wat hij het leuk vindt of niet. Een beetje rommel hier, sorry. Het park heb ik dan daar gezet. Ik weet nog niet goed hoe dat gaat werken, aangezien dat de gordijnen daar zijn. En ik weet niet of het hem daaraan gaat trekken of niet. Zullen we moeten afwachten. Het park ook een klein beetje opgeruimd, dus die kussens die gaan op de mat. Maar ik heb het meeste speelgoed er nu wel uitgehaald. Er zit nog zo een paar dingen in. Maar daar ga ik me morgen een beetje mee bezighouden, wat ik daarin ga leggen. Dus ja, zo ziet de living er momenteel uit. Heel... niet opgeruimd momenteel. Oké, we zijn net naar Kind en Gezin geweest. Het is de volgende dag momenteel. En ik ga jou voor de eerste keer jouw nieuwe speelhoekje laten zien. Zie je het al dat jouw parkje daar ergens anders staat? Dat is gek, hè? Waarom staat dat nu daar? Dat is een beetje gek, hè? Ik
Hij heeft sokjes uit toen. Dan kan je beter kruipen, hè. Mama het een beetje goed zetten. Echt, hè? Ik heb tutje, schat. Dag mama tutje. Dankjewel. Wauw. Blijf mama. Dat is mooi, hè? Wil jij met de muziekinstrumentjes spelen? Wauw. Dat is mooi, hè? Ja, ontdek maar eens alles. Palmboompje. Allemaal diertjes. De olifant. De olifant. En wat nog? Oei. Oh nee, dat is onder de zetel. Het was super zielig, want hij moest 2 spuitjes krijgen. En hij vindt dat echt niet leuk, maar ja, welk kind vindt dat wel leuk? En dat was zo zielig, gewoon echt te gillen. Maar nu is hij het helemaal vergeten. En dat vindt hij natuurlijk ook heel leuk. Nu ben je dicht bij het knopje, hè? Dan duwt hem gewoon echt zo 20 keer je zetel uit, terug in, je zetel uit, terug in. Ik zal alles nog in de beschrijving zetten. Dat loopkarretje bijvoorbeeld vindt hem echt geweldig. Ik zal zo even laten zien als hij daarmee stapt. Ik heb dat op Instagram al wel een paar keer gedeeld, maar op YouTube nog niet. Maar dat vindt hem echt geweldig. Dat is ook super mooi trouwens, van hout. En die wieltjes zijn rubber. Dus dat beschadigt mijn vloer niet, dat vind ik top. En dat speelt hem ook heel graag mee. En dan van achteren is er een mandje aan. Oh, sorry, schat. Sorry, liefje, ga je? Kaboom. Van achteren is er een mandje. En daar heb ik zo wat blokjes in gelegd. Maar hij vindt dat zelf ook heel leuk om daar dan zo zelf dingen in te leggen. En die dan te vervoeren naar een andere kant van de living. En dat dan toch uit te laden. En dan ligt hij hier vol met rommel. Maar dat is niet de bedoeling, hè, schat, met die kant. Ja, je moet het draaien. Je moet het eigenlijk omdraaien, hè? Ja, ook die wieltjes, omdat die dus van rubber zijn, schuiven die wel goed op onze vloer. Oei, wacht, dat is mijn stoefje. Ja. Ik ben er andersom mee aan het stappen, oké. Dus dat zorgt ervoor dat hij die zelf kan draaien, zonder dat dat echt zo krassen maakt op de vloer of zo. Dus dat is heel fijn. En daar mag hem eigenlijk niet aankomen, want in de zomer staat dat niet aan, maar in de winter wel. Hé, hey, dat mag niet, dat weet je toch? Eden. Hm.
Ik denk dat het niet meer zo lang gaat duren eer dat hij gaat stappen, omdat hij ook wel zo zelf blijft rechtstaan zonder dat hij iets vast heeft. Dus zijn balans is al wel heel goed, zijn evenwicht is heel goed. Maar hij is nog wel heel onzeker. Dus ik merk wel dat als ik hem bijvoorbeeld, als ik met hem stap en ik laat hem met één hand los of zo, dat hem echt zo bevriest van nee, ik ga vallen. Als jullie graag eens een uitgebreide video willen over speelgoed en dingen die ik nu, activiteiten die ik nu met hem doe, dat hij 1 jaar oud is, want nu kunnen we weer heel veel nieuwe dingen doen. Laat het dan zeker weten hieronder. Tada! Ik kruipt hem terug op zijn buik, dat is hem al super lang niet meer, maar... Kom. Kom. Als je met de auto aan het rijden bent, dat je zo een beetje gek terugkruipt, hè? Beetje schuiven. En dan vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. Abonneer zeker voor meer. Hey. Hij wil de hondjes buiten laten. Die zit er in de bench, want die moeten altijd even in. Ja, allez, kom. Kijk ze. Kom, Mieke. Dat is flink, hè. Kom, Eden. Nee, schatjes, ze zijn eruit nu. Nee, nee, het deurtje moet niet terug dicht. En de hondjes zijn ook een speelhoek voor Eden. Ai, Miwi. Ai, Miwi. Ah ja, trouwens, mijn roodje gaat het al beter. Maar stop er niet mee. Die kan terug zoals stappen. Ik weet niet of we dat in een vorige vlog al eens hadden gedeeld. Maar die had onlangs wel een baarmoederontsteking. Dus die is... Stop er niet mee. Dus die is niet lekker. Pas op, hè. Koppeltje. Mil. Nee. Dus die is geopereerd geweest dit weekend. En alles gaat goed. De operatie was goed verlopen, gelukkig. En dan zie ik jullie volgende week terug.